Na 10 jaar afwezigheid staat komend weekend de Grand Prix van Frankrijk weer op het programma. Niet op Magny-Cours, maar op het circuit van Paul Ricard. Daar werd in 1990 voor het laatst een Formule 1 race verreden. Paul Ricard is echt gewoon bijna een biljartlaken, zo mooi vlak als het is. Het is een heel apart circuit, helemaal met de kleuren. Als je ziet, alles buiten de baan is niet direct gras of grindbak. Dat is asfalt, wat gekleurd is van een heel grof type. Dus als je eraf gaat, ja, dan zijn wel je banden stuk, maar dan sta je niet vast. Om een beetje een indruk te krijgen van het circuit, rijden we mee met rallyrijder Sebastian Loeb. Dit is wel een circuit waar je wel links en rechts wat raar kunt inhalen. En je kan iemand er eens even afduwen. Dus dit is ook een circuit wat Verstappen moet liggen? Ieder circuit ligt Verstappen. Maakt hem helemaal niks uit. Maar hier kun je inhalen? Ja. En dat kan Verstappen? Dat klopt. Als de beste? Dat klopt ook. Dus? We gaan gewoon weer scoren. Weet je, hij zit in een hele goede flow. Hij blijft voor mij de snelste man op de baan momenteel. Hij is de te kloppen man. Als ik eerlijk mag zijn, denk ik dat Mercedes het beste gaat presteren. Ik denk dat Ricard, dat Max zijn talent daar niet genoeg verschil gaat maken. Hij heeft nodig Oostenrijk inderdaad, daar zitten wat langzamere bochten in en een paar rare dingen. En dat is goed voor Max. Na zijn onfortuinlijke crash tijdens de vrije training in Monaco reed Max Verstappen 2 weken later in Canada naar een keurige 3e plaats. Geeft dat veel vertrouwen, denk je, voor de komende race ook in Frankrijk, voor het team en ook voor Verstappen met name? Nou, kijk, Verstappen wordt natuurlijk, zijn hele zijn als autocoureur wordt na iedere Grand Prix opnieuw ter discussie gesteld. Wat ik compleet onzin vind, want toen je zag dat hij zijn kartcarrière afgesloten heeft, toen zag je al van nou, dit wordt een hele grote, want hij kan dat gewoon. Je hoeft je niet ieder weekend af te vragen of Messi nog kan voetballen. Ik bedoel, dit spelletje, dat beheerst hij. Hij kan dat, in de ogen van hele velen, waaronder ik, kan hij dat beter dan wie dan ook op deze aardbol. Hij heeft er gewoon maling aan. Hij wil maar één ding. Races winnen. Laat die jongen met rust en laat hem gewoon presteren. Dit is Max. En daarmee kan hij gewoon zijn resultaat in de toekomst behalen. En het is natuurlijk verreweg het beste ijzer wat wij in het vuur hebben vanuit een Nederlands perspectief. Hij is jong, lekker wild, een ruige rijstijl. En dat is waar we voor kijken. En dat is dus ook degene waar ik mijn pijl op zet.